alles willen doen. Ik had tomaten willen zaaien, had een boek willen gaan lezen en een wasje willen draaien. Ik wou de badkamerdeur bijten en een fotolijst verhangen. Had de oven willen poetsen en mijn koplampen vervangen. De gemeente willen bellen om een paspoort aan te vragen. Moest de kattenbak nog leeg en het brandhout kleiner zagen. En ik wou nog schone lakens op het bed. En ik moest nog nieuwe veters op mijn night. Maar ik heb vanmorgen iets op Facebook gezet. Dus heel de middag zitten wachten op likes. Daar zit je dan, volwassen man, te hopen dat je leuk bent. Alsof je zonder duimpje van je vrienden niet bestaat. Je checkt nog eens je mail, bekijkt een lullig YouTube filmpje. En dan gauw weer terug naar Facebook om te zien hoe hard het gaat. Ik had van alles kunnen doen. Ik had het stoepje kunnen vegen. Ik had een liedje kunnen schrijven. Of de groencontainer legen. En ik wou nog even uitgebreid in bad. En ik moest nog even pinnen voor wat cash. Maar in de grote zee van tijd die ik had, heb ik voornamelijk geklikt op refresh. Bevestiging is een mooi ding, maar je kan ook overdrijven. Leven moet toch ook wel zonder vriendin leukjes gaan. Ik moet toch ook gewoon een mooie zin op kunnen schrijven. Zonder steeds die hoop dat de reacties onderstaan. Dus ik nam vandaag een rigoureus besluit. Ik dacht ik scheid er helemaal mee uit. Ik dacht ik heb al lang genoeg geklooid. Eigenlijk is dat Facebook maar iets saais. Facebook is niets, dat hele Facebook is eigenlijk maar niets. Dus dat heb ik toen op Twitter gegooid. En heel de middag zitten wachten op tweets.